Yo Nintendo fans, super tof dat je weer kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En vandaag heb ik een bijzondere video. Onze geliefde Nintendo Switch bestaat vandaag 3 jaar. En net als vorig jaar en 2 jaar geleden heb ik ook dit jaar weer een top 10 gemaakt van mijn favoriete Nintendo Switch games van het afgelopen levensjaar. En ik zet dit jaar ook echt alleen Nintendo Switch games in het lijstje die fysiek in de winkel hebben gelegen. Dus dan weet je de reden als je bijvoorbeeld games als Cuphead, Cadence of Hyrule, Ori and the Blind Forest en Untitled Goose Game mist in deze lijst. Genoeg gepraat, laten we beginnen met de eerste game. Nummer 10. Ni no Kuni, Wrath of the White Witch. You must be the one we fairies call the pure-hearted one. The one the legends say will save our world. So, anyway, that means I better get you over to our world and have you get rid of Shaddaa for us. All right with you? Me? But how can I? Don't fret, man. It's a big responsibility, I know, but you'll be all right. Especially with me to help you. Oh, pure-hearted one, will you please come and save our world? No. Dit is al best wel een oude game. Deze is in 2011 uitgekomen in Japan en in 2013 in de rest van de wereld. Hij is oorspronkelijk gemaakt voor de PlayStation 3 en in die tijd speelde ik Ni no Kuni Wrath of the White Witch al. Het is natuurlijk geen geheim dat ik van Pokémon games hou en deze game heeft veel van de elementen van Pokémon. Zo kan je in deze game ook wezentjes vangen. En deze wezentjes koppel je dan aan een van je hoofdkarakters en zij helpen je dan met vechten. En tijdens ieder gevecht kan je met iedere character wisselen tussen 3 van deze wezentjes. En dat brengt enorm veel afwisseling in de gevechten. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor een tank, je kan kiezen voor een healer of iemand die gewoon alleen maar wil aanvallen. Ni no Kuni heeft een hele grote overworld en als je dan richting de stadjes of grotten gaat, dan kom je in een ander perspectief terecht. Misschien is het eigenlijk wel een beetje wat je ook hoopt van de ultieme Pokémon game. Ni no Kuni Wrath of the White Witch heb je niet zomaar uitgespeeld. Hier doe je toch zeker wel 40 tot 60 uur over. En het Gotta Catch Em All gevoel zit er ook super goed in, want wie wil nou niet al deze schattige wezentjes verzamelen? Nummer 9. Yoshi's Crafted World. Ja, wat een schattige game is Yoshi's Crafted World geworden. Alles is gemaakt van karton en je loopt gewoon gezellig van links naar rechts in het level. Ondertussen schiet je overal de Yoshi-eitjes op en zijn er in ieder level voldoende geheimpjes te vinden. Het leuke aan deze game is dat je op de achtergrond ook allerlei dingen ziet gebeuren. En als je een level hebt uitgespeeld, dan kan je ditzelfde level aan de achterkant nog een keer herspelen. Alles wat zich eerst in de voorgrond bevond, bevindt zich dus nu in de achtergrond. Je speelt de levels dus eigenlijk 2 keer, maar je hebt het totaal niet door omdat het op een totaal ander level lijkt. Het enige kritiekpuntje wat je misschien op deze game kan hebben, is dat die te makkelijk is. Dat is wel vaker zo bij dit soort typische schattige Nintendo games, maar bij Yoshi's Crafted World heeft het mij eigenlijk niet gestoord, omdat ik zo genoot van de gameplay en de werelden. Yoshi's Crafted World is uitermate geschikt voor de jongere Nintendo gamers, maar ook de oudere Nintendo gamers kunnen hier nog best veel plezier uithalen. Kijk maar naar mij. Nummer 8. Ring Fit Adventure. Ja, als jij een luie gamer bent, dan kan je deze beter overslaan. Ring Fit Adventure is een game die je lichaam volledig activeert. Met de zogenaamde Ringcon doe je allerlei actieve bewegingen om je character te laten bewegen in de game. Je kan de ring samenknijpen, je kan hem uit elkaar trekken. Soms moet je hem boven je houden, soms links van je. Je moet er allerlei gekke dingen mee doen en je character in de game reageert hierop. Ondertussen heb je ook een beenband om je been heen en die meet ook van alles. Zo meet die beenband bijvoorbeeld hoeveel squats je aan het doen bent of allerlei andere oefeningen waarbij je benen betrokken zijn. Oh, en om het even nog chiller te maken, je moet alles dus in looppas doen. En wil je sneller gaan? Dan moet je gewoon even een sprintje trekken. Ring Fit Adventure verdient wat mij betreft een plaats in de top 10, omdat het gewoon heel erg inventief is. Dit is weer typisch Nintendo, dit is weer iets nieuws. Heel veel mensen denken van tevoren,
Wat zijn ze nu weer aan het doen? Waar slaat het op? Wie gaat het kopen? En ondertussen is Ring Fit Adventure gewoon uitverkocht in de meeste winkels. Ring Fit Adventure is niet een game die je per se 3 uur achter elkaar speelt. Want ik was al kapot na ongeveer 1 uur. En dan heb ik het nog niet eens over de spierpijn die ik de volgende dag had. Maar deze game daagt je wel enorm uit. Het leveldesign is leuk. De bazen waartegen je moet vechten zijn tof. En je ontgrendelt steeds nieuwe upgrades waarmee je verder kan. En je echt het gevoel hebt dat je progressie aan het boeken bent. Ring Fit Adventure meet ook hoeveel calorieën je gebruikt hebt. Hoe ver je gelopen hebt, dus het is best wel een goed motivatiemiddel voor de echte fitnessboys en girls. Ja, maar na 1 uurtje Ring Fit Adventure wil ik wel gewoon door naar een andere game. Bijvoorbeeld de volgende. Nummer 7. Marvel's Ultimate Alliance 3. Any fading hope that our worlds have left to survive the coming darkness lies in your hands. If we want to survive this, we do it as a team. Ja, ik ben een onwijze Marvel-fan, dus dat helpt waarschijnlijk ook. Ik heb alle films uit de Infinity Saga in de bioscoop gezien. Ik ben zelfs 2 keer naar alle Avengers-films geweest. En ik heb de films ook op Blu-ray en nu ben ik samen met een vriend nu allemaal in de goede tijdlijn aan het kijken. Maar dat ik zo'n groot Marvel-fan ben, neemt niet weg dat dit gewoon een hele fijne game is. Marvel Ultimate Alliance 3 is een hele snelle game. Je bent continu aan het hakken, maar wat de game zo tof maakt is dat er superveel heroes in zitten en iedereen hakt op zijn eigen manier. Iedere character heeft ook special abilities die de andere characters niet hebben. En gedurende de game, die ongeveer 1 uurtje of 20 duurt als je hem gewoon uit wil spelen, ben je continu aan het zoeken naar je favoriete samenstelling van je team. Een heel groot pluspunt aan deze game zijn alle cutscenes. Als er bijvoorbeeld een nieuwe character in de game wordt geïntroduceerd, dan gebeurt het op echt zo'n stripachtige manier. En dat vind ik zo tof. Ze hebben de stripboeken, games en de films best goed samengebracht tot één geheel. En wat ik nog het allertofste vond, was uiteindelijk het verhaal. Want ze volgen niet de Infinity Saga. Het gaat wel om de Infinity Stones, maar ze hebben daar een parallel universe aan toegevoegd. Dus misschien is Thanos in deze game wel helemaal niet de bad guy wie je denkt dat hij is. Anyway, ik ga niet meer spoilen. Dit was een hele fijne game. En als die voor 30 euro ergens te vinden is strakjes, zou ik je deze zeker aanraden. You have come a long way just to die. Then I guess it's a good thing we have different plans. Nummer 6. Super Mario Maker 2. Ja, wat moet ik zeggen over Super Mario Maker 2? Dit zijn oneindig veel Mario levels. Wie wil dat nou niet? Super Mario Maker 2 is een verbeterde versie van deel 1 voor de Wii U. Er zitten meer online functionaliteiten in. En je kan samen spelen met je vrienden. En dat is natuurlijk super vet. Ook voor de bouwers zijn er voldoende nieuwe elementen toegevoegd aan Super Mario Maker 2 om het interessant te houden. En ik heb creaties gezien van levels. Niet normaal. Er zit alleen één nadeel aan Super Mario Maker. Super Mario Maker 2 maakt Mario Bros. Games eigenlijk volledig irrelevant. Ieder level wat je zou kunnen bedenken en willen spelen, kan in deze game. Dus waarom zouden mensen nog nieuw Super Mario Bros. Deluxe halen bijvoorbeeld? Ik zou zeggen, haal gewoon Super Mario Maker 2 in huis voor oneindig veel Super Mario Bros. Plezier. Nummer 5. Astral Chain. Dit was voor mij de allergrootste verrassing van het derde levensjaar van de Nintendo Switch. Astral Chain is een game die is gemaakt door Platinum Games, onder andere de makers van de Bayonetta games. En man, wat heb ik genoten van Astral Chain. In deze game ben jij samen met je zus of broer lid van een speciale politieeenheid. En je bent niet zomaar een politieagentje met handboeien. Nee, je hebt een ketting. En aan deze ketting zit je Legion. Dit zijn onwijs grote wezens die jij kan aansturen. Jij kan vertellen wat ze moeten doen en hoe verder je in de game komt, hoe meer Legions je tot je beschikking krijgt. Legions kunnen combo's met elkaar doen, kunnen combo's met jou doen. Kortom, het gevechtssysteem is echt dik in orde. Serieus, over Astral Chain kan ik bijna geen negatieve punten verzinnen. De game speelde super snel weg. Voor Astral Chain heb ik echt tijd gemaakt. Ik heb deze game letterlijk in 1 week uitgespeeld. En nee, het was geen korte game. Ik heb gewoon super veel gespeeld. Volgens mij ben ik tussen de 30 en de 40 uur bezig geweest om Astral Chain uit te spelen. Ik heb letterlijk iedere dag op de bank gezeten om verder te spelen met Astral Chain. Ik kon niet stoppen. Deze game greep me vast
en liet me gewoon echt niet meer los. De tekenstijl is cool en de bazen zijn super vet. De gameplay is dik in orde. Ik weet niet, ik geef deze game gewoon echt, denk ik, een dikke 9. Als je Astral Chain nog niet hebt gecheckt, ga trailers checken op internet en kijk of dit een game voor jou kan zijn. Want ik kan je garanderen, je gaat er echt heel veel plezier aan hebben. Yikes. Nummer 4. The Legend of Zelda Link's Awakening. Net als de nummer 9 in deze lijst is The Legend of Zelda Link's Awakening zo'n schattige game. En wat ik vooral heel erg knap vind aan deze game is dat de map zo klein is, maar je bent toch lang genoeg aan bezig om de game uit te spelen. Dat komt omdat je met de items die je vindt in The Legend of Zelda Link's Awakening continu nieuwe gebieden kan ontgrendelen. Althans, delen van nieuwe gebieden. Want om bijvoorbeeld bij een kerker te komen, kom je langs allerlei deurtjes die je misschien nog niet kan openmaken. Vervolgens heb je een andere kerker gedaan en dan kan je weer terug naar dat oude gebied om daar weer verder te gaan. Je komt dus continu terug in dezelfde gebieden om daar net even iets anders te doen en een ander deurtje door te gaan. En dit is logisch, want dit is een remake van een Game Boy game. Toen kon een Game Boy nog ineens kleur laten zien. Het waren gewoon echt letterlijk een paar pixeltjes. En op zo'n cartridge van een Game Boy kon maar heel weinig data. Dus ze moesten wel inventief omgaan met de ruimte die ze hadden. En ik denk dat dit de reden is dat dit een van de favoriete Zelda games is van heel veel mensen. En ik vind het mooi dat die op de Nintendo Switch is uitgekomen, want ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die deze hebben overgeslagen, omdat die op de Game Boy is uitgekomen. Die mensen hebben wel de Zelda's op de Nintendo, de Super Nintendo, de Nintendo 64 en de GameCube gespeeld, maar ze hebben misschien niet zoveel met handheld Zelda games. En dit is je kans om ook dit pareltje te gaan spelen. Om op zoek te gaan naar de mysteries van het ei bovenop de berg. In een fantastisch, schattig, chibi-achtig stijltje op The Legend of Zelda Link's Awakening. Kan je gewoon niet haten. Wat een mooie game. Koholint Island is nowhere to be found. Yet somehow, it does exist. The Legend of Zelda, Link's Awakening. Nummer 3. Overwatch. Jullie weten het waarschijnlijk niet, maar ik speel ook heel veel PlayStation 4 games. Als je dat een keer wil zien, kom kijken op twitch.tv/Rickachu, want daar doe ik dat. En Overwatch is een van mijn favoriete PlayStation 4 games. En tegelijkertijd nu ook een van mijn favoriete Nintendo Switch games. Ik was zo blij toen ik hoorde dat Overwatch naar mijn favoriete console komt. En ik denk dat ik er inmiddels ook al een uurtje of 80 in heb zitten in deze game. Overwatch is gewoon super fijn om als afwisseling te hebben tussen alle leuke Nintendo games. Soms wil je gewoon even knallen. En ik zelf doe dat niet in Call of Duty of in Battlefield. Nee, ik doe dat in Overwatch. Wat Overwatch zo vet maakt is dat alle karakters andere dingen kunnen. Een karakter genaamd Reinhardt slaat bijvoorbeeld mega hard met zijn hamer om zich heen. Terwijl Pharah in de lucht kan vliegen en allerlei raketten op haar tegenstanders kan afvuren. Dan heb je Mercy die ervoor moet zorgen dat je team geheeld blijft, dus dat ze in leven blijven. En zo valt er voor ieder karakter wat te zeggen. Je speelt deze game altijd in teams van 6 tegen 6 tegenstanders. En afhankelijk van welke characters jouw team kiest, kan het echt zijn of je wint of verliest. En daarmee is ook ieder potje anders en dat is wat Overwatch zo vet maakt. Het is super tof om te zien dat je een potje soms niet kan winnen. Vervolgens ruil je van karakter en gaat het opeens een stuk beter en win je dat potje toch. Overwatch is een hele tactische hero shooter die je het liefst met vrienden speelt. Want zonder vrienden kan het soms best frustrerend zijn, maar met vrienden is dit voor mij de beste multiplayer game voor de Nintendo Switch. Nummer 2. Luigi's Mansion 3. Hallo? Volgens mij heb ik dit verhaal al vaker verteld, maar Luigi's Mansion 1 was de eerste game die ik kocht van mijn eigen zelfverdiende salaris. Ik werkte toen in een supermarkt, ik had €450 verdiend met mijn fulltime baantje. Ik ging naar de gamewinkel, ik kocht daar een GameCube met Wave Race en Luigi's Mansion 1. En sindsdien zit Luigi's Mansion in mijn hart. En dit is dé Luigi's Mansion waar iedereen op gehoopt had. Sterker nog,
Hij is meer dan waar iedereen op gehoopt had. Wat nieuw was voor deze Luigi's Mansion is dat het eigenlijk geen mansion was, maar een hotel. En elk hotel heeft verschillende etages. En op iedere etage was er een ander thema. Zo loop je op een etage waar het ridderthema centraal staat. Een ander etage is volledig begroeid door onkruid en bomen. En op weer een andere etage moet je je eigen film regisseren op een filmset. Dit zorgt ervoor dat de game telkens weer blijft vernieuwen en dat iedere etage anders aanvoelt, waardoor je door wil spelen om te ontdekken welke etage hierna komt. Buiten sommige bossfights is Luigi's Mansion 3 misschien ook niet de meest moeilijke game, maar dat hoeft ook helemaal niet. Een game hoeft voor mij niet moeilijk te zijn om er plezier aan te hebben. Oh man, alleen die ene bossfight in dat zwembad? Ja, daar had ik wel wat moeite mee. Luigi's Mansion 3 is makkelijk een game die ik er volgend jaar weer bij pak om gewoon nog een keer uit te spelen. Het sfeertje van deze game is zo perfect. En toch was er voor mij nog één game die beter was dan Luigi's Mansion 3. En ik denk niet dat dat een verrassing is. Nummer 1. Pokémon Sword and Shield. Je kan je natuurlijk afvragen of er bij mij überhaupt een andere game op nummer 1 kan staan dan Pokémon. Maar jawel, als dit gewoon niet zo'n hele goede game was, dan had ik hem misschien op plek 2, 3 of 4 gezet. Maar Pokémon Sword and Shield is alles wat ik wilde. De nieuwe generatie Pokémon vind ik super tof. Er zitten bijna geen Pokémon bij waarvan ik denk van, nou, dit vind ik echt een hele stomme Pokémon. En dat is wel eens anders geweest in andere generaties. Wat ik ook zo leuk vond aan het voortraject van deze game, is dat ze de evoluties van de starters niet officieel bekend hadden gemaakt. Dus toen ik aan Pokémon Sword and Shield begon, wist ik nog niet waarin mijn Grookey ging evolueren. En dat was zo vet! Ik had misschien 15 nieuwe Pokémon gezien uit de Galarian Pokédex en voor de rest wist ik niet wat me te wachten stond. En dat was sinds Pokémon Blue de eerste ervaring voor mij ooit dat ik niet wist welke Pokémon ik ging tegenkomen. Normaal had ik door alle leaks al lang gezien welke Pokémon erin zaten, maar dat was bij Pokémon Sword and Shield niet zo. Ik voelde me letterlijk als een kind in de snoepwinkel. En een ander groot pluspunt vind ik toch wel de DLC. Er wordt geen Pokémon Sword and Shield deel 2 uitgebracht. Nee, er komen gewoon uitbreidingen op dit verhaal met nieuwe Pokémon en nieuwe Galarian Forms. En dat is hoe het hoort in deze tijd. Niemand zit te wachten op Sword and Shield 2, maar iedereen wil die DLC gaan spelen. Iedereen wil die nieuwe Articuno, Zapdos en Moltres gaan vangen. Oh, wat is die Moltres vet, hè jongens. Ik vond het verhaal in deze game ook heel erg leuk en heel herkenbaar voor Groot-Brittannië. Zijn Pokémon Sword and Shield dan voor mij de beste Pokémon games? Ik twijfel. Het zijn of Sword and Shield, of toch nog steeds Soul Silver en Heart Gold. Vechten jullie maar uit in de comments welke Pokémon game het beste is. Pokémon Sword en Pokémon Shield. En dat was het, mijn persoonlijke top 10. Nogmaals, ik snap helemaal als je sommige games mist in deze lijst. Waar is bijvoorbeeld The Witcher 3 en Fire Emblem Three Houses? Sorry jongens, ik ben gewoon niet zo'n Fire Emblem liefhebber. Dat strategische ligt mij niet. Maar we zijn even goede vrienden als jij die wel in deze lijst zou zetten. Want ik begrijp het wel, Fire Emblem is wel gewoon een hele goede game. Dat was hem, de jaarlijkse top 10 voor de Nintendo Switch. Doe nou even dat blauwe duimpje omhoog als je dit leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. Wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!